Zitten van kiezen. Ja. Dat is een heel voor met hand. Vorm is ook absoluut om het voor te stellen. Dus dat is simpel, dat is al zeggen, want dat hoef ik niet te zeggen, want dat weet namelijk iedereen. Ja, Hans is, ja, eerst zou ik iets zeggen, dat weten we ook, maar toch een gerespecteerde leeftijd gekomen, wat hij zegt van, nou, dat keuren, dat doe ik nu al zo lang, daar heb ik nu wel genoeg van, daar schijn ik nu mee uit. Ja, als we kijken naar jouw inzet, nou, ik denk dat we dat allemaal kunnen ondersteunen, sowieso je inzet als lid in een ja, ik geloof 61 jaar VDA-lid, dat is natuurlijk al onmogelijk eigenlijk voor de meeste van ons. Ja, toch, 61 jaar, dat denk ik wel. Dat is een leven lang, maar voor jou gelukkig niet, jouw leven is gelukkig langer. 61 jaar VDA-lid, en als je buiten vaak kijkt, natuurlijk een keurmeester, wat ik daar graag op terugkom, is het natuurlijk dat jij een hondenman in hart en nieren. Dat is gewoon waar, dat is ook een Duitse herderman in hart en nieren. Wat dat betreft ben je volledig in de voetsporen van je vader getreden natuurlijk. Altijd in de afrekening gezeten, altijd erin gebleven. Nog, ik heb ook begrepen, ik heb wel een desjesje voor jou, Reu, dat ziet er goed uit, als jouw Reu er ook al voldoet aan die eisen. Dan ga ik je nog terugzien naar de andere kant van het verhaaltje, he, dan ga je die ontbrengen bij ons. Maar al jaren ook die africhting eigenlijk, voor mij, ja, zolang ik weet is het zo, dat jij die africhting bent. Wat ik me nog geen herinneren, dat is heel erg lang geleden, toen hadden we nog geen WK, toen hadden we een EK en destijds bracht jij al in dat team die Buco van dat Ebeltjeshof. Dat is iets waar ik jou altijd bij gecombineerd heb. Ik weet niet waarom, maar dat is mij altijd in mijn kop blijven hangen, omdat ik jou combineer met een type hond, wat ik Buco eigenlijk niet vond. En daarom heb ik dat eigenlijk, jij hebt ons van die honden die zich altijd een beetje niet sfereren en een beetje lastig voor je zijn. En die Buco lijkt mij zo'n eerste rondje van, nou oké, okay, ik vind het gezellig hier. Maar dat is misschien helemaal niet waar, dat was in mijn beginjaren, dat dacht ik toen alleen maar. Het enige wat ik ook gezegd moet worden, zeker in jouw carrière ook, dat je altijd aan het africhten bent geweest. Je maatje Dickie van Honden, ik weet niet anders, maar dat ligt aan mij dat ik misschien niet langer leef. Dat is altijd je maatje in de africhten geweest. Jaren natuurlijk bij Kriken Sirius, maar altijd actief geweest. Als keurmeester zijn we, nou, je weet hoe het gegaan is, destijds in de jaren 84 in de VDA'en niet meer helemaal lekker om het raad van beheer. We hadden de afscheiding, we hebben diverse mensen verzocht om keurmeester te willen worden, daar was jij er één van. Dus je bent in 85 daadwerkelijk geworden, in 85. Oh nee, het is nu 2023, het is maand. Het is werkelijk maand, we praten over een tijd wat levenslang is. Oké, een keurmeester van de VDA in eerste instantie, toen later, toen alles weer goed werd, dat we alles bij elkaar gelegd hebben bij de Raad van Beheer. Weer keurmeester van de Raad van Beheer doorgestapt, ergens in 2008 volgens mij, ergens in die periode, maar heel die periode, altijd actief geweest. Ik ken voorvallen, dus ik weet er nog één, dat wij in het westen van het land een examen hadden en de keurmeester wel eens in 's ochtends vroeg ziet. Ik zie je nog aankomen, echt. Met een Peugeot 406, ik geloof dat hij 5 kwartier bij ons was. Nou, dat heb ik nog nooit gered, maar hij gast erop, ongelooflijk. Maar je kwam wel zonder twijfel. Je hebt ons toen ook gered. En zo zit jij in elkaar. En je hele keuren, je hebt alles gekeurd. Van grote evenementen tot kleine evenementen, werkelijk alles. En ik denk, als we het in woorden moeten vatten, dat we moeten zeggen, we hebben een keurmeester gehad van A tot Z met verstand van 100. Dat is geen twijfel, dat heb ik nooit in twijfel getrokken. Een keurmeester met een enorme vrolijke uitstraling. En misschien ging het wel eens zo ver dat je lachend iemand niet zag. Ja, maar vrolijk bleef je. Want ik ga je wat aanbieden vanuit de VDA, want we zeggen, oké, ja, niks is goed genoeg, dat weet ik ook wel, maar het gaat om het idee, dat weet je ook, om wat te geven. We starten met het eerste voorstellen van de geselecteerde teams voor de WK in Hongarije. We praten over in de agility van 6 tot en met 8 oktober. Het team voor de agility wat Nederland daar gaat vertegenwoordigen zal bestaan uit. Als je nu verder naar voren wil komen met hand voor foto en voor het gezichtje bij de naam te laten zien, Annika Janssen. Annika Janssen is nummer 1 in het team. Maar goed, Jeanette Steen is op de achterkant. Martin Kupio. Ja,
Frans Martje. Martje! Team Nukkel. Nathalie Leverink. En Bart van Mouwenwink. Oké, dames en heren, gaat u aan. Deze mensen zullen ons team gaan vertegenwoordigen in Hongarije. Binnen de agility is het zo dat naast hen ook wel gewoon Nederlanders ook weer kunnen schrijven. Maar dit zijn de mensen die ons team vormen en die ons VDA daar daadwerkelijk gaan vertegenwoordigen. Dan een WK in Hongarije van 4 tot en met 8 oktober, maar dan vanuit de africhting. We vertellen niks nieuws als onze Nederlands kampioen altijd nummer 1 is. Dat is dit jaar André van Eekelen. Met Nederland 0-2 zal daar zijn Ruben Romein. Met Nederland 0-3 Johan Koeleman. Johan, kom op aan. Kom naar voren, dat zien we allemaal niet. Nummer 4 is Jacques Knossen. Nummer 5 Jan Kuipers. En als reserve, in ieder geval de periode voordat ze vertrekken, de rest dat weet ik niet van het of die er aantrekkelijk mee gaat of niet, maar in ieder geval als reserve in eerste instantie Jeff Wittershoven. Ja, ik zie het in ieder geval iedereen met je thuis. Zo gaat het lukken. Broertje, zusje naast elkaar, dat hoort ook. Ik wens aan jullie veel succes. We zien elkaar naar de zeker. We beginnen met de eindafslag van vandaag van de agility. En op de derde plaats, en graag plaats nemen op het podium, is daar geëindigd Annika Jansen. Ben maakt me weer nerveus, maar dan kom ik zo terug hoor, dat gaat goed komen. Ja. Nummer 2 op het podium is Kim Bokdan. En nummer 1, Nederlands kampioen agility 2023, Margie Scipio. Yeah.
Op de tweede plaats Ruben Romein, Sylvester van Amerslag. En op de eerste plaats onze Nederlands kampioen africhting 2023, André van Ekelen en Sam van Beertig. Al onze winnaars op een rijtje. We gaan nog eventjes de kransen verzorgen. We gaan ze nog even helemaal aankleden. Oké, dames en heren, dan dank ik jullie ook voor deze laatste aandacht en zeker voor het complete medeleven van het weekend. Ik moet jullie nog even zeggen, de bewijs in ieder geval. We hebben natuurlijk afvaardigingen van teams naar de WSV. Als supporter zijn er shirten voor te koop, t-shirts voor te koop. Op de website staat die vermeld dat supporter natuurlijk ook de teams weer aanwezig. Dus als je ook daar zo mee wil leven of die kant op wil gaan, is er een shirt te koop als supporter zijn van het WK-team. Nou, we zullen de fotografen het momentje gunnen. Alles. Even die dame uitzetten. Twee, even deze kant op. Ik weet dat het een vervelend is, maar. Ja. Beste mensen, nogmaals dank. Heel erg ook om voor jullie aanwezigheid mee te leven. De mogelijkheid om te feliciteren is dat maak er alsjeblieft gebruik van. Deze mensen hebben toch een stukje waardering voor hun werk. Dankjewel.